Welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik heb jullie alweer eventjes niet gezien. Ik ben weer terug met een video waarin ik allemaal nieuwe make-up test. By the way, ik hou jullie altijd op de hoogte op Instagram wanneer ik geen video's plaats, et cetera. Dus ja, als je me een beetje up-to-date wilt blijven met mij, volg me dan vooral op Instagram, want daar plaats ik altijd, ja, updates. Maar ik heb het ook al een aantal weken terug gezegd. In verband met ziekte lukt het mij nu niet heel tijd om echt consequent 4 video's up te loaden. Maar ik doe gewoon mijn best om alsnog zoveel video's te maken als kan. En ik heb weer een heleboel nieuwe make-up die ik vandaag ga testen. Ik ga denk ik ook een full day wear test doen, wat inhoudt dat ik de make-up de hele dag oplaad en we aan het einde van de dag kijken hoe alles er nog op zit. En ik ben echt weer heel benieuwd naar deze make-up, want een aantal producten heb ik ook al wel eventjes, een aantal zijn ook echt overhyped online. Dus we gaan kijken wat we ervan vinden. Dus ik ga me vandaag helemaal opmaken met al deze nieuwe make-up. Dus het is een eerste indruk video, dit is de eerste keer dat ik de make-up test. En ja, laten we gewoon met z'n allen gaan kijken wat we ervan vinden. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Even mijn haartjes naar achteren. Het enige wat ik al heb gedaan, zoals je kunt zien, zijn mijn wenkbrauwen. En ik heb ook een dagcreme op. En that's it. Jongens, ik heb echt een boel. Oh my gosh. Een aantal producten heb ik ontvangen in PR. En een aantal producten heb ik gewoon zelf gekocht. En we gaan vandaag beginnen met het gezicht. Jongens, ik heb mijn vinger gesneden. En ik weet gewoon niet hoe. Ineens was mijn vinger aan het bloeden. En ik had echt iets van hun. Ik had het niet eens door, maar oké. Ik heb ook vandaag een beetje een bad hair day. Mijn haar is niet echt optimaal, maar oké, whatever. We dwalen af. Laten we beginnen met iets van Bobbi Brown. Dit is de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Dit is dus een gezichtsprimer, maar het is wel een mini, want deze heb ik ontvangen in mijn Bobbi Brown Advent kalender. Die video staat al online op mijn kanaal. Als je me al hebt gezien, dan heb je deze dus gezien. Dit is voor mij een nieuw product, maar jullie hebben mij laten weten dat dit dus echt een fantastisch product is. Dus ik ben echt heel benieuwd. Er staat dat het je huid verzacht, hydrateert en vertroetelt. Ideaal voor onder de make-up. Het maakt ook een beetje egaal. Nou, laten we kijken jongens. Dit is dan hoe het eruit ziet. Een beetje gelig, wittig zeg maar. En het moet je huid ook niet vettig maken. Oeh, het is best wel dik en hard zeg maar. Het is niet zo'n hele dunne crème. Het ruikt echt heerlijk naar vitamine C. Ik probeer nou deze vinger niet te gebruiken. Oh, het maakt zeker egaal. Wow, ik zie gelijk dat het helemaal smooth maakt. Jongens, zien jullie dit? Je brengt het aan en het maakt gewoon helemaal smooth. Wow, ik ben eventjes in shock. Dit is echt een goed product, ja. Hij smeert ook heerlijk uit. Het voelt niet te stug aan, zeg maar. En het hydrateert ook echt. Wow, het doet echt letterlijk alles wat online staat. I love it. Ik denk dat als ik deze op heb, ik gewoon de grote ga halen. Want dit is echt heel mooi. Goeie primer. I love it. Nou, we beginnen de video al goed. Nou, gaan we verder met foundation. Dit is de Max Factor Miracle Pure Foundation. Oké, deze heb ik dus ontvangen in PR. En ik ben heel benieuwd. Ik heb dus 2 kleuren gehad. Ik denk dus dat eentje te licht gaat zijn en de andere te donker. Dus misschien dat ik ze ga mixen. Maar ik moet wel zeggen, dit is nou mijn lichtste huidskleur. Dus misschien dat deze kleur alsnog matcht. Laten we even kijken naar de claims online. Productbeschrijving. Er staat ook op de verpakking dat het een foundation en skincare is in 1. Met de vitamine C en hyaluron acid. En dat het je huid 24 uur hydrateert. En het mooi strak eruit laat zien. En het heeft een medium glanzende dekking. Oké. Ik ben benieuwd. 24 uur hydratatie. Ik weet niet wie zijn make-up 24 uur ophoudt, maar whatever. Jongens, ik denk dat ik gewoon eerst deze lichte kleur ga aanbrengen. Gewoon om te zien of je misschien toch gewoon gelijk matcht. Dit is de kleur 75 Golden. En er zit ook SPF in. SPF 30. Ik ga het gewoon zo eruit drukken. Zou dit te licht zijn? Ja, het is echt licht. Oké, jongens, ik ga mixen met deze kleur. Dit is de kleur 85 Caramel. Even kijken. Ja, ik denk dat dit wat beter is. Ik hoop het in ieder geval. Het is niet echt mijn ondertoon. Ik ga iets meer van die donkere kleur aanbrengen. Ja, nee, het blijft gewoon zo grijsachtig. Oké, whatever. Ik heb nou echt veel te veel aangebracht. Oh my gosh. Nou ja, we gaan het gewoon laten werken, jongens. Oké, ik moet zeggen, nou ik het heb ingeblend, is het op zich wel oké. Kijk, het matcht op zich wel gewoon met mij. Niet echt perfect, maar whatever. Het heeft inderdaad echt een medium glanzende dekking. Er is niet te veel glans, dat is wel fijn. Hij is wel een beetje, hij blendt niet heel smooth uit. En ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Is het het beste? Nee. Is het het slechtste?
ook nee. Het is gewoon oké. Het is denk ik gewoon oké voor een everyday. Ik ga naar school, ik moet werken, een foundation. Ik vind het wel heel mooi dat het een klein beetje een glans achterlaat zonder er te vettig uit te zien. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dus dat is tof. Ja, ik denk dat ik het wel mooi vind eigenlijk. Tot nu toe is het oké. Dan ga ik verder met een nieuwe concealer. Dit is de L'Oreal True Match Eye Cream in a Concealer Concealer. Oké, ik moet zeggen, ik ben een beetje sceptisch over deze concealer. Want ik denk dat hij niks gaat doen. Het is echt zo'n natural effect concealer. En ja, ik persoonlijk, als ik een concealer gebruik, wil ik ook echt dat hij goed concealt. En echt, zeg maar, dit hier helemaal verlicht. Kijk, zie je deze donkere hoeken hier en zo? Die moeten wel echt weg. Dus ja, ik ben benieuwd. Deze heb ik gewoon gehaald bij Kruidvat. En ik heb de kleur 35N. Er zit ook weer hyaluronzuur in. Dat is altijd fijn. En het zou dus iets van een lichte, medium glanzende dekking moeten hebben. Nou jongens, laten we het gewoon proberen. Ik weet nu al dat ik het niks ga vinden. Maar whatever. Misschien wel. Misschien vind ik het ineens heel goed. Je moet gewoon zo hieronder draaien. Altijd in het begin moet je echt 100 jaar draaien voordat er iets uitkomt. Oh ja, hier is het. Oeh. Deze kleur is niet echt mijn kleur. Maar whatever. We just gonna make it work vandaag. Ik moet deze make-up nog de hele dag ophouden. Dus ik hoop dat het er wel een beetje oké uitziet straks. Oh jongens, ik weet nu al, dit wordt niks. Het is super dunnig. Super waterig. Ook een beetje oranje of zo. Oh. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Het heeft wel echt verlicht. Dat is wel echt zoals ik het zie. Maar ik zie hier nog echt gewoon helemaal donkere plekken. Ik ga iets meer aanbrengen. Misschien dat ik dan een beetje extra dekking krijg. Maar ik vind het ook niet mooi hoe het op de huid ligt, zeg maar. Nee, ik vind het helemaal niks. Ik vind het ook bijna echt te veel glans. I don't like it. Ik vind het ook niet mooi smooth maken of zo. Nee, ik zie echt nog heel veel textuur. En nee, nee. Gewoon, het is al over. Gewoon echt nee. Dan een blush. Van de Action heb ik hier van Max & More de Cream Blush. Deze heb ik gehad in de Action Advent kalender. Die video staat ook al online op mijn kanaal. En ik was heel erg benieuwd. Ik weet niet of hij gewoon te halen is bij de Action gewoon los. Maar hij is in ieder geval in de Advent kalender. En ik denk ook dat heel veel van jullie die kalender hebben. Dus ik ben heel benieuwd hierna. Het is de kleur 1. 66 Sweet Cheeks. Oeh, de kleur is best wel donker. Dus zien we dit. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat aanbrengen. Ik pak gewoon een klein beetje met mijn vinger. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Ik wil niet te veel aanbrengen. Want ja, ik weet dus niet hoeveel pigment het gaat hebben. En of het goed gaat uitblenden. Het voelt wel een beetje vettig aan. Het blendt echt heerlijk uit. Oeh, I like it. Jongens, kijk even hoe makkelijk dit uitblendt. Kijk even dit. Het blendt super makkelijk uit. Het is heel mooi. Oh my gosh, ik ben in shock van de Action gewoon. Max & More. Dit is echt waarschijnlijk iets van 2-3 euro of zo. Oh my gosh. En je hebt echt bijna niks nodig. Dit is echt prachtig. Echt, echt, echt heel mooi. Ik ben een beetje in shock. Ik had dat niet verwacht. Ik had verwacht dat het echt helemaal zou wegblenden, zeg maar. Maar dat is echt totaal niet het geval. Het is ook niet te vettig. Wel mooi glanzend, maar ja, het is ook gewoon een cream blush. I like it. Oké, ik heb ons een beetje ingezoomd, want we gaan beginnen aan de ogen. Wat heb ik nu nog net snel gedaan? Ik heb wat poeder aangebracht en mijn neus gecontoured en that's it. Nou, gaan we beginnen aan de ogen. En ik heb hier van Bobbi Brown de Long Wear Cream Shadow Stick in de kleur Golden Bronze. Ook deze had ik dus in hun adventkalender ontvangen. Dit was de laatste dag en echt de hoogtepunt van de hele kalender, want dit is een full-size oogschaduwstick van hun. En Bobbi Brown staat bekend om hun geweldige ogen. Oogschaduwsticks. Dus ik ben heel benieuwd. Ook de kleur is heel mooi. Hij is zo glanzend. Kijk even dit. Kijk hoe mooi dit is. Wauw. En hun oogschaduwsticks zijn dus echt de beste. Ze zijn heel creamy. Ze blenden top uit. Goede pigment. Blijven lang zitten. Tenminste, dat zijn de claims die ik altijd hoor. Dus ik ben heel benieuwd om het te gaan gebruiken. Ik ben altijd wel een fan van zo'n stick. Want het is altijd heel makkelijk en heel snel. Dus laten we het gewoon zo aanbrengen. Ik breng het altijd niet te hoog aan, want ik blend het nog helemaal uit, zeg maar. En ik haat het als een oogschaduwstick niet goed uitblendt. Het is altijd zo irritant. En dan gewoon zo uitblenden bij de randen. Ik blend zo omhoog uit, zeg maar. En dan zo naar buiten een beetje. Maar niet te veel. Dit blendt echt heerlijk. Heel makkelijk ook. Nou, dit ging echt heel makkelijk en heel snel. Ik ben in shock. Dit is echt geweldig. Oh my gosh. Bobbi Brown is echt impressing me met die primer. En ook weer deze oogschaduwstick. Het is zo makkelijk. Ik doe altijd zo een beetje opruimen met mijn vinger.
En het blendt ook gewoon helemaal niet weg. Kijk hoe het hier nog gewoon helemaal goed zit. Je kunt het ook onderaan brengen als je dat zou willen. Maar dat wil ik nu niet doen. Ik laat het onder gewoon helemaal schoon. We gaan verder met het volgende product. Een eyeliner. Dit is de Maybelline Tattoo Liner. Ik heb een heleboel eyeliners van Maybelline die ik geweldig vind. Echt, they are killing it met deze producten. En deze is voor mij persoonlijk nieuw. Volgens mij is hij niet nieuw. Volgens mij is hij er al heel lang. Maar voor mij persoonlijk tenminste is hij nieuw. Het is gewoon zo'n pen. En het moet 36 uur lang goed blijven zitten. Nou, ik weet nogmaals weer niet wie zijn make-up zo lang oplaat. Maar whatever. Oké, dit is dan hoe die eruit ziet. En dit is dan het kwastje. Zo'n heel klein dun kwastje. Ik ga hiermee even een wing maken. Oké, I love it. Hij brengt wel gewoon fijn aan. Wat ik er echt goed aan vind is hij is lekker zwart en lekker liquid. Dat vind ik echt heel erg mooi. Het enige wat ik iets minder vind is dit kwastje, want hij is een beetje hard. En met dit soort kwastjes vind ik het fijn als het echt heel flexibel meebeweegt, zeg maar. Dat doet hij niet echt helemaal, maar het is al met al nog wel gewoon oké. Het is heel mooi geworden. I like it. Dan ook een nieuwe mascara. Van Iconic London heb ik de Triple Thread Mascara. En het heeft een hele mooie gouden glanzende verpakking. I love Iconic London, jongens. Dus ik ben heel benieuwd naar deze mascara. Heel mooi goud. Dit gaat nog een van de laatste momenten zijn dat jullie mijn echte wimpers gaan zien. Want volgende week ga ik aan de wimper extensions. Oeh, hij is zo heel smal, zeg maar. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hele korte wimpertjes. Dus ik ben benieuwd of je het mooi lang maakt. Geweldig. Je hoeft letterlijk maar één laagje aan te brengen en kijk hoeveel volume het al geeft. Ik zou niet meer aanbrengen, want dan wordt het misschien iets te klonterig. Maar dit is echt heel fijn. Het houdt je wimpers ook helemaal zo goed vast en het maakt echt heel lang en heel veel volume. Dit is echt een van de betere mascara's. I love it. Dan is het tijd voor nep wimpers en ik heb een merk die iedereen altijd gebruikt, behalve ik, want ik vind ze nooit mooi. Maar vandaag ga ik toch een nieuwe stijl proberen die me alsnog mooi lijkt. En dat zijn dus deze Ardell wimpers. Jullie weten, ik ben geen fan van Ardell wimpers zijn altijd te naturel, niet mooi op mijn ogen. Maar deze leek mij dus wel heel mooi. Faux Mink Demi Wispies. Ik weet niet welke dit is precies, maar alles staat beneden in de beschrijving. En zoals je kunt zien, ze zijn best wel heftig. Dus ik dacht, misschien kunnen deze wel werken voor mij. Dus ik ga ze eventjes aanbrengen en proberen. Daar ben ik weer. Ik ben in shock. Deze wimpers zijn prachtig. Kijk hoe mooi lang. I love it. Toch niet too much, maar wel gewoon enough. Gewoon genoeg. Ik vind deze echt prachtig. Dit kunnen echt mijn fave wimpers worden voor echt gewoon everyday. Ik vind het echt mooi. En ik vind ook een hele mooie everyday ooglook überhaupt. Dus I love it. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Van Makeup Studio heb ik hier de Mini Powder Bronzing Earth. Oké, dit is dus een mini bronzertje. Ik ben benieuwd. Hij lijkt een beetje donker. Dus ik ben bang. Ik moet ook echt weer bruinen. Ik ben weer veel te wit. Dit is dan hoe die eruit ziet. De verpakking. Ik ben benieuwd. Het is gewoon een mooie matte bronzer. Hij lijkt op zich wel oké. Hij is alleen wel echt heel klein. Besef eventjes mijn bronzerkwast. En deze bronzer. Nou ja, laten we het gewoon gaan proberen. Obviously ben ik nog niet gebronst. Oh, hij is niet te donker. Het is wel mooi. Kijk hier. Oeh, I like it. Jongens, het gaat vandaag best wel goed. Ondanks de slechte concealer gaat het al met al best wel goed. I like it. Heel mooi warm. Het is echt een warme bronzer. Heel mooi als je een oranje ondertoon hebt als mij. Dus warme ondertoon moet je hebben hiervoor. En dan ook nog een highlighter. Van Essence heb ik de Cute as a Shell Blush Lighter. Dit is dus een blush en een highlighter in één. Maar ik persoonlijk zou hem alleen als highlight gebruiken. Anders vind ik het te veel glans op mijn wangen, zeg maar. Echt super cute deze verpakking. Dit is dan een beetje zo rozig. Dat kan dan de blush zijn. En dan eromheen heb je een beetje een lichte highlight kleur. Kijk. Of je mixt het gewoon helemaal samen. Dat kan ook. Ik moet zeggen dat ik het er wel mooi uit vind zien. Misschien kan ik het wel als blush gebruiken. Ik vind het niet eens per se te veel glans. Zal ik ook zien of ik het als blush kan gebruiken? Dan mix ik gewoon een beetje alles. Ja, het is wel veel glans. Dat wel. En je hoeft bijna niks aan te brengen. Dus het is wel heel mooi. Oké, dit had ik niet verwacht. Ik dacht dit wordt gewoon highlighter en meer niet. Maar op zich is het echt best wel mooi als blush. En ik heb echt bijna niks gepakt. Het bracht super snel en makkelijk aan. Misschien dat ik dan alsnog zo bij de highlightkant een beetje kan pakken. Voor extra highlighter. Dat is wel een beetje moeilijk, maar op zich lukt het wel. Maar dit zou ik niet per se doen eigenlijk meer. Want het is al wel genoeg glans. Oké, makkelijk en snel. Twee producten in één. En dan last but not least, de lippen. Ik heb hier de Maybelline Superstay Final Ink Lipstick. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Deze zijn ook echt viraal gegaan online. Ik heb ze ontvangen in PR. En ik heb dus deze twee kleuren. Ik heb hier de kleur 10 en hier de kleur 20. Prachtige kleur allebei. Mensen, deze oogschaduwstick wil er ook gewoon niet afgaan. Dit is letterlijk een make-up wipe. Een natte make-up wipe. En het wil er gewoon bijna niet afgaan.
Gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet. Oh my gosh. Nou, dit is, zijn dan de twee kleuren. Eentje is meer rood en eentje is meer rozig paars. Allebei wel echt heel erg mooi. Ga ik voor een iets meer nude look of ga ik voor iets meer heavy? Ik denk dat ik toch ga voor de nude, dus de kleur 20 kooi. Oké, het droogt dus een beetje glanzend op, alsof je een gloss over je lipstick hebt aangebracht. En dat is ook echt zo. Het is wel een beetje plakkerig of zo. En het moet tot 16 uur goed blijven zitten. Nou, dat is een grote claim. Ik vind het wel mooi. Het is wel apart. Het is een apart product. Het voelt wel echt een beetje plakkerig aan op de lippen. Maar ik zie niet dat mijn lippen echt op elkaar blijven plakken of whatever. Al met al is het een hele unieke formule. Iets dat glanst, maar toch lang blijft zitten. Dat is iets wat je niet heel vaak ziet. Dus ja, yeah, I like it. Nou jongens, dit is het dan voor nu. Wat vinden we van de make-up look? I love it. Het is heel mooi geworden. Al met al is eigenlijk bijna alles echt gewoon goed. Het enige wat ik echt niet aanraad is deze super, super slechte concealer. Voor de rest is alles amazing. Vooral even kijken deze mascara en deze oogschaduwstick. Deze twee zijn echt fantastisch. En ik raad ze zeker aan. Oh, en deze primer ook trouwens. Oh my gosh. Deze is ook echt geweldig. Echt goede producten. I love it. Ik ga ook de make-up dus echt de hele dag oplaten. Het is nou 10 uur in de ochtend. Dus ik heb echt nog een full day wear. Ik ga het echt zeker 12 uur ophouden vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe alles gaat blijven zitten. Oké, mensen, het is 6 uur. En dit is hoe mijn make-up eruit ziet. Ik moet eerlijk bekennen, het is niet echt top. De ogen zijn echt nog steeds geweldig. Ik heb ook een beetje extra glitter aangebracht. Want dat vond ik wel mooi. Maar mijn gezicht eigenlijk, basically, is de hele blush gewoon bijna helemaal weg. Je kunt hem bijna niet meer zien. Mijn concealer echt. Laat me niet eens beginnen over. Ik kijk even dit. Het is gewoon helemaal donker. Gewoon alsof ik letterlijk geen concealer op heb. Ja, en de foundation is ook niet zo. Het is niet super slecht, maar ook absoluut niet mijn fave. En ik heb zoveel andere goede producten dat deze het gewoon echt niet haalt. Ja, de lipstick heb ik eraf gehaald, want ik moest eten en zo. De gezichtsproducten raad ik niet per se aan. Misschien een bronzer. De bronzer is nog wel. Ja, nee, trouwens. Nee, ook niet eigenlijk. Die is er ook vanaf. Gezichtsproducten zijn niet echt een win. Maar de lipproducten wel, ondanks dat ik het eraf heb gehaald. En de ogen ook. Want kijk, dit zit nog echt helemaal goed. Dus dat is echt top. Dus dit is mijn update. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!